In deze video leggen we je uit hoe je het hilarische kaartspel Poetry for Neanderthals speelt. Poetry for Neanderthals is een competitief woordraadspel waarbij je in de huid kruipt van een Neandertaler. Het spel is eenvoudig te leren en speel je al vanaf 2 spelers. Het is geschikt vanaf 7 jaar en heeft een korte speelduur van ongeveer 15 minuutjes. Kun jij als dichtende Neandertaler je teamgenoten woorden en begrippen laten raden? Dan gaat jouw team met de winst naar huis. Het spel begint met het vormen van 2 teams, Team Blij en Team Boos. Team Blij begint en kiest een speler uit zijn team die de eerste Neandertaler dichter is. Deze speler krijgt het scorebord van de dichter en kiest welke kant van de poëziekaarten tijdens het spel gebruikt zullen worden. De grijze of de oranje. Een speler van Team Boos moet tijdens de ronde meekijken met de dichter en krijgt de knuppel. De ronde begint zodra de zandloper wordt omgedraaid en de dichter de eerste kaart van de stapel pakt. De dichter dient nu zijn team zoveel mogelijk woorden te laten raden. Makkelijke woorden leveren 1 punt op en moeilijke woorden 3 punten. Maar in alle begrippen die de dichter beschrijft, mogen enkel woorden gebruikt worden met 1 lettergreep. Een voorbeeld bij het begrip camera, ding die klik doet, met een flits. Iedereen in het team mag tijdens het raden woorden roepen. Zodra iemand het goed heeft, zegt de dichter ja en legt deze kaart op de juiste plek op het scorebord. Als het 1 punt woord wordt geraden, kun je ervoor kiezen om de kaart op het scorebord te leggen of proberen om ook het 3 punten begrip nog te halen. Maar als je tijdens je beurt de regels overtreedt, krijg je geen punt en moet je de kaart op het oepsvlak van het scorebord leggen. Je team verliest dan 1 punt. Wanneer men start met het 3 punten begrip en men raadt het 1 punt woord, dan roep je ook ja en kun je er ook voor kiezen om door te gaan of het punt te pakken. Let op! Je kunt nooit meer dan 3 punten per kaart verdienen. Als de dichter een kaart wil overslaan, mag je sla over roepen en de kaart op het oepsvlak van het scorebord leggen. Je team verliest dan 1 punt. Tijdens het spel mag je dus enkel woorden met 1 lettergreep benoemen. Wanneer een dichter zich verspreekt en dus de regels overtreedt, schreeuwt men nee en krijgt de dichter een klap met de knuppel. Zachtjes dan. De dichter legt daarna de kaart op het oepsvlak van het scorebord en het team verliest in dit geval dus ook 1 punt. De beurt eindigt zodra de zandloper leeg is. De kaarten worden overgeplaatst naar het totaalscorebord en verzameld in de categorieën 1 punt, 3 punten en minpunten. Nu is het de beurt aan het andere team. Wanneer alle spelers 1 beurt de dichter zijn geweest, worden de punten van ieder team opgeteld. Het team met de meeste punten wint het spel. Poetry for Neanderthals is een vermakelijk partyspel om te spelen met vrienden en familie, waarbij slappe lachbuien gegarandeerd zijn. Voor meer informatie over Poetry for Neanderthals of andere bord- en kaartspellen, neem gerust een kijkje op www.unboxnow.nl.